dat de dame in dit geval wel met een zweepje rijdt. Dat kan, als de zweep maar gewoon lang genoeg is en hard genoeg is, dat je inderdaad wel drukte mee kunt uitoefenen. Het voordeel is, je kunt natuurlijk niet met en een zweep en een teen in de rechterhand rijden. Wordt een beetje veel. Nou, ik wil die wel een beetje apart paard. Als ze geen zin in heeft, dan denk ze van maar neus. Dan doen we het gewoon even niet. Maar ik heb dat een vreselijk op het mag. Deze teken is ook ontzettend geinig. Waarom? Omdat je er ontzettend veel mee kunt doen. Net als de andere paardjes. En toch kan het ook lekker heet zijn. Dat geldt eigenlijk voor alle paarden natuurlijk wel. Maar heel die is alles zo kaart. En dus weet jij, de video die zei, maar ik heb het zijn van de zien met je afgedaan. Ik heb het niet opgezet voor. Natuurlijk lekker gaan licht te rijden. Dat is in dit geval niet mogelijk. Dus als wij zo gek zijn om een margarine te gaan maken buiten, wat heel veel gebeurt overigens, bijvoorbeeld in Fries, in Drenthe, we hebben de Libertesrit jaarlijks. En die Libertesrit waren na een aantal dagen aan de deelnemers, zoals Ingrid en Margreet en Tjeske en die ook. Dan, als je dan niet kunt lichtrijden, dat is best zwaar, maar het is wel te doen, omdat het eigenlijk voor heel veel snel rijden is. Je neemt er wel goed voor zitten. Als we hier niet goed zitten, ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Je kunt niet klein met je benen overal om je vast te houden. Tenzij aan de krukken, maar dan staat je aan de kant, dat is niet echt lekker. Ingrid is lekker even een rondje aan het galopperen, maar Ingrid zal ook laten zien dat je inderdaad keurig kunt springen met zo'n paardje. Als je er geen zin in heeft. Nou, keurig toch, dacht ik zo. Moet je dat gaan doen? Ooit van naar voren, Wilde vindt het allemaal best. De paarden hebben hier net zoveel rollen als ze in gewoon hier zouden blijven. Het maakt de paarden niets uit. Nou, dan lijkt het nog een keurig demo. Ik zit wel ermee laat dat de dame waar ze op rijdt, voor Wilby, die rijdt tegenwoordig lekker hetzelfde met heren zouden dan met dames zouden. Ze willen nu alle ogen paar gelicht zijn, dat vindt ze namelijk wel heel erg leuk. Nou ja, we staan nog. Ik vind het ook. Want zo weer is dat ook niet zo verkeerd natuurlijk. Juist! Wat de dame in dit geval wel heeft, Tjitske, heeft een roman. En dat is een dubbele teugel met een los eind. Zodat ze daar de hulp mee kan geven. We zien dat het eigenlijk wel ontzettend relaxed zit. Nou, hier kunnen we echt wel lekker buitenlijk van maken hoor. Geen probleem. Zeker deze pony. Nou heeft ze daar volgens mij een getijden dameszadel op gelet, klopt dat? Deze pony is overigens super verkeersmak, et cetera. Wordt ook gebruikt nu om een ander paardje verkeersmak weer te maken. Altijd van ons een hele lijst. Je kunt de demonstraties mee geven van verschillende soorten. Er zijn een aantal dingen die de dames. Dat is het allemaal niet, maar goed. We mogen gewoon dressuur rijden. Dan hebben we uiteraard wel een keurige wedstrijd nu en dergelijke nodig. En in plaats van de lichtrijden moet er gewoon doorzitten. De rest maakt het niet uit. En de trail, het parcours, is er vaak een aparte klas. U ziet dat Tjitske ook wel iets anders gekleed is dan de andere dames. Het is bij sommige paarden in de herenzadel al een sinecure, maar het staat in de dameszadel. Maar Cora doet dat toch keurig.